Um, het domeinschool, daar gaan we mee beginnen. Ik wil Fred Vonk vragen van OCW, hij is projectdirecteur. U, uh, u bent erbij gehaald en iemand zei tegen mij in de voorbereiding "Vandaag nou, als die man erbij wordt gehaald, dan uh, moet er iets gebeuren. Ik vind namelijk dat onderwijs is meer dan taal rekenen. Mm -hmm. En dat zeggen onze bewindslieden ook. Dat is sport en bewegen, dat is cultuur, dat is expressie. Uh, we hebben drie domeinen, eigenlijk voor kinderen tussen 0 en 20 jaar. Ik zeg nog even kinderen, jongeren, dat is thuis school en op straat. En ik denk dat we heel goed moeten zorgen dat die school... dat die zijn rol en zijn taken opneemt. Maar die kan dat niet alleen. Die moet dat ook met thuis doen. werd net gezegd, die boterhammetjes die moeten s morgens gegeten worden... of brinta of wat dan ook. Uh, maar daarna ook, dan moeten er voorzieningen komen. En dat is op het schoolplein. Dat is in de omgeving... Dat betekent ook dat, uh, ja, de paradox is nu vaak, kinderen komen met de auto naar school om, om, omdat het met de fiets te gevaarlijk is. Dan moet je veilige fietsroutes hebben, dan moeten we een integrale aanpak kiezen. En ja, wat ik nu wil, en misschien ben ik een beetje naïef, maar ik denk dat het kan, over vier jaar als je de ambitie formuleert dat we het gaan doen, dan moet je, om maar een, uh, nou ja, een, een kreet te gebruiken, een keten voor hebben. Dan moeten we dat met z'n allen willen. En dan volgens mij gaat het ook lukken. Ja. Dus je moet het ook doen met de jongeren. Dus we moeten niet over ze praten. Nee, we moeten met ze gaan praten. Hoe gaan we dat doen? Ja. U mag uw hand wel in eigen boezem steken. In het regeerakkoord stond uh, drie uur uh, extra sport hè, op de basisschool. Ja, ja. Minimaal. En uh, nou ja, daar hebt u nog steeds geen uh, akkoord mee gesloten. Want dan moet u een akkoord sluiten met allerlei uh, onderwijsraden en zo. Nou, ja. Dus dan kunnen die scholen kunnen niks doen. Ja, zeker kunnen die scholen doen. Die mogen vandaag ja. beginnen. Die mogen vandaag. Ach, maar zonder geld en. Uh... Nee, het is een kwestie. Het past binnen hun eigen uh, budgetten, kunnen ze dat doen, eigen mogelijkheden. Er wordt nu uh, voorbereid een bestuursakkoord met uh, primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Maar vanaf vandaag mogen de scholen beginnen met Rio Gym. Als ze dat willen, zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk die verantwoordelijkheid moeten ze pakken. Nee, nee, dit, dit zijn jouw, dit, dit zijn jouw uh, leerlingen, hè? groep 8. Daar heb jij, jullie hebben al een vignet uh, gezonde school. Wat, wat houdt dat in op bewegen? Um, nou, Dat houdt in dat wij um, naast de reguliere gymlessen... Um, letten op de, het, het welzijn van de kinderen zelf. Zien we dat een kind uitvalt op motorisch gebied... dan um, um, heeft mijn um, collega heeft daar een uh, opleiding tot motorisch remedial teacher... Um, Um, voor gevolgd. Naast um, deze dingen gaan we ook met de kinderen naar uh, naschoolse sport. En binnenkort organiseert Amsterdam um, de Amsterdamse Olympische Dagen. En dan gaat heel Amsterdam met elkaar sporten. Ja. Oké, okay, dat doe je dus extra mee, dat doe je na school. Doen, doen jullie daarmee? Ja. ja. Wat doe jij dan? Voetbal. Nou, wat doe je nog meer in die buitenschoolse opvang dan? Um, nou ja, ik train twee keer per week en bijna elk weekend sowieso een wedstrijd of twee. En ja... <laughs> ja, op, mijn, op mijn andere school waar ik werk, daar um, hebben we een enquête gehouden onder groep 8. En daarbij um, werd dan ook de vraag gesteld: van hoe vaak zit je achter de computer? En een enkeling zit echt gewoon 40 uur per, per week achter een computer. Ja, maar dan zeggen jullie ouders: dat mag niet. Of de... Ja, mijn ouders zeggen: dat mag ja? niet. Nee, dat is in de middag uh, op de computer. Zeg maar. Oh nee, oh, en bij jou? Bij mijn ouders ook wel. Okay. Jullie willen ook het vignet voeding hebben op school? Want daar, daar komen jullie nu eigenlijk voor. Hè? Waarom willen jullie dat? Nou, we zijn in de eerste instantie voor sport en voor um, sociaal-emotioneel. Oh, ja. En voeding zijn we mee bezig, maar het is gewoon een lastig puntje. Want wanneer is iets um, een gezonde tractatie? Als iemand jarig is, is het toch feestelijk. Maar ja, moet je dan kinderen mandarijntjes meegeven? Of moet je ze dan uh, wel dat zakje chips geven? Um, het, is, het is een lastige discussie. Waar er... kom je met die ouders en die zeggen van bemoei je je mee? Nou ja, een deel ouders vindt het wel heel belangrijk, maar een ander deel denkt ja, laat het los en ja. het, is, het is maar uh, voor een enkel kind. Ja. Moeten jullie daar niet bij? Ik vind eigenlijk wel dat ze erbij moeten, toch? Dat is toch geen gezicht? <laughs> Goed, een, gezond, een, een heel gezond schoolplein, want daar gaat u over, hè? dat wil u. Het wil, u wil liefst in heel Nederland een gezond schoolplein maken. Hoe ziet dat eruit? Als wij in 2028 het de vitaalste land van Nederland willen zijn, dan zal er uh, niet alleen meer geld, maar meer samenwerking moeten komen. Het gaat niet alleen maar om geld. En een gezonde school is niet hetgeen wat Jantje Beton of mijn samenwerkingspartners IVN. En de gezonde school, dat we net gezien hebben, en de onderwijsraad bepalen. Dat is juist artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Dat kinderen betrokken worden bij de inrichting van hun eigen omgeving. Nou, en dat moeten we die kinderen geven. Niet alleen maar een fysieke ingreep, maar dat ze hun creativiteit, hun fantasie kunnen gebruiken. om die speelwereld te creëren. En 2028, de vitaalste samenleving van de wereld. Nou, Verrot, laten we voorbij. Gaan we voor. Dank u wel. Dan wil ik nu de mensen van het ROC voor Nijmegen naar voren halen. Frans van der Wielen, hij is docent Sport en Bewegen en hij heeft Sascha Jansen bij zich. Zij doet de bakkersopleiding bij het ROC Nijmegen op niveau 2. Het beweegprogramma wat we hebben, Sport op Maart, dat hebben we met een teamverband op orde gekregen. En dat is nog steeds, dat is tien jaar geleden ingezet. Hartstikke boeiend uh, 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 manier van bewegen aanbieden aan leerlingen. Je hebt een personal trainer, heb jij? Hè? Wow, die wil ik ook wel. Dan moet ik naar het ROC, begrijp ik. Maar wat, en, en hoe ziet dat eruit? Uh, dan sport ik uh, twee keer in de week mee, een uur, anderhalf uur. en Hoe ja. voel jij jezelf fijner als je gewoon, ja? Waar merk jij dat aan? In het begin van het schooljaar was ik rustiger en nu ben ik opener. En als ik dit niet had gehad, dan zou ik hier ook niet hebben gestaan. Dan zou ik het niet gedurfd hebben. Oké, okay, dat is echt daardoor. Wauw. Hé, hey, daar doe jij het voor, hè? Super, super, super. Ja? Daar doe jij het voor, hè? Ja, daar doen we het voor, ja. En um, ja, kijk, als, als je in, in de goede combi maakt van bewegen in relatie tot gezondheid, en die verbinding hebben wij in Nijmegen behoorlijk uh, op de kaart gekregen. Ik vind dat echt een unieke formule die wij gerealiseerd hebben. Dan krijg je dit soort uitspraken. En ja. dan gaan leerlingen voor meer dan alleen maar onderwijs. Dan gaan ze ook voor hun eigen vitaliteit, zeg maar. Ja. Goed, dan gaan we het vignet uitreiken. APPLAUS. Kijk.